Vandaag is het woensdag 15 april. Rutte is al een flink eind bezig. En waar het eigenlijk op neerkomt vandaag is... Er zijn dingen waar je gewoon zo'n ervaring aan overhoudt dat je het nooit meer vergeet. Voor jullie zal het allemaal de coronavirus zijn. Ik heb nog een andere ervaring. En dat is een aardbeving in fucking Limburg. Maar dat zal ik nooit meer vergeten. Ik heb bovenop een aardbeving gezeten en die was heftig. En wat ga je dan doen? Ga je dan schuilen? Word je bang? Word je onzeker? Word je overmoedig? Of misschien word je wel heel erg bedachtzaam over het gebruik van een app of iets dergelijks. Weet je wel, alleen maar is het voor schijnveiligheid of whatever. In ieder geval zie ik mezelf over een paar weken niet voor de klas staan, want met 1,5 meter afstand kan je niet 24 man in een lokaal krijgen. Ja, sorry, maar dat is gewoon facts. Dus ik ben niet negatief. Ik probeer dan om positief te benaderen. Ik wil heel graag terug naar school, maar how are we going to do this?